Deze highlights worden u aangeboden door Takeaway.com en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Van een half minuut bezig. De intensiteit is zeker aanwezig. De snelheid ook Champions League niveau zeker en vast. En daar is de goal van Diogo Jota. Ik vraag me wel af of we nog moeten kijken naar potentieel buitenspel. Henderson, van Henderson. Ja, van de achterzijde. Daar was maar als dat niet het geval was, dan staat Liverpool hier met 1-0 voor. En is het Diogo Jota die de score opent na nog geen kwartier voetballen. Liverpool was sterk begonnen. Nee, absoluut. Geen buitenspel. Zeker geen offside. Schitterende voorzet in één tijd. Mooi in de rug gelegd van die verdediging die opschuift. Jota mooi binnengekopt. Hier gaat Mané. Is sneller dan De Paul. Henderson nog eens breed. Trent Alexander-Arnold gaat schieten. Oh, lalalala. Mané, prachtig. 2 tegen 0 en weer de beslissende pas van Alexander-Arnold. Dit keer Sadio Mané die binnenwerkt. En wat een start van Liverpool. Indrukwekkend. Fenomenale goals. En Simeone moet nu al het hoofd buigen met Atletico, zo lijkt. Ja, opnieuw in één tijd gespeeld. Uiteindelijk mooie beweging van de Mané tussen zowel De Paul als Kokke weg. En Alexander-Arnold die zich goed inschakelt in de aanval en dan ja, voorzet schot, bewust denk ik, op deze manier de bal voorgebracht. Ja, klasse van Mané ook, hoe dat hij De Paul afhoudt. Oh. Dat wordt ook een kaart. Hij kijkt niet achter zich, hij weet het goed genoeg, Felipe, dat dit geel is. Hij zal toch moeten komen op Bambakkeli. Die op zijn strepen staat en nogmaals een duimpje in de hoogte, maar hij moet dichter komen. Kijk, ja, Makkeli. Oh, rood! Ja. Dat is omdat hij weigert tot bij hem te komen. Dat speelt mee. Een rode kaart voor Atletico Madrid, net zoals in de heenwedstrijd, maar nu nog vroeger. En het was een tackle van langs achteren. Ja. Maar ik dacht in eerste instantie geel zal volstaan. Ik denk dat jij hetzelfde gevoel had. Of ik niet? Ook, ja. Maar ik denk dat hij rood krijgt omdat hij ook niet wil komen bij de scheidsrechter. Nog eens geel voor Suarez ook. Danny Makkeli die laat zich hier gelden. En ik weet niet, ik wil het wel nog eens terugzien hoor. Want er is veel onbegrip bij iedereen. En Carrasco die kan Nederlands. Die probeert Makkeli even uit te vragen. Wat heb jij nu beslist? Ja, dat is zonde voor de wedstrijd natuurlijk. Absoluut, maar deze man had beter moeten weten. Rechtstreeks rood voor Felipe. Salah, de redding van Oblak. Opnieuw Salah gevonden tussen 2-3 man. En toch weer dat kattenpootje nog tot bij Fabinho. Allemaal naar binnen nu. Centraal daarvoor, de 16 meter. Tsimikas met zijn linker goede bal. Jota bijna met zijn tweede kopbalgoal van de avond van heel dichtbij. En hier gaat Salah. En Jota is voor de goal. Gaat Salah het zelf doen? Ik denk het wel. Mo Salah op de keeper en dan er nog in of niet? Nee. Nee. En dan is er ook nog een botsing met de paal van Rodrigo De Paul. Maar Salah, hij was zelf op zoek naar dat doelpunt. De hoekschop. En daar is Matip. Wat een misser. Wat een misser. Er was niet gefloten, denk ik, hè, voor een overtreding. Nee, dus een open kans voor de Kameroener.
gelijk. Een bom van op afstand. Ja, maar iedereen hier hoopte dat hij zou zakken, maar ja, niet op tijd. Opletten voor een omschakelmoment. Atletico met Depaul en aan de overzijde is er ruimte. En komt er ook een doelpunt van Herrera. Nee, hij kraakt zijn schot. Deze highlights werden nu aangeboden door Takeaway.com en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.